En hey daar mensen van Dutch Gaming, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen we Feels Every Way. Sorry, Engels, Nederlands, toppie mij. We gaan gewoon even Feels bekijken van ja, Feels compilatie gaan we bekijken. En dan ga ik mijn oordeel erover geven. Ja, op zich, dit is een parcours denk ik, of voor een auto-inspectie of zo, voor een racer of zo. Holy shit, ik dacht we beginnen even rustig. Die hele achteras, zeg maar, kijk, als je een auto hebt, dan heb je, ja, de auto, je hebt, aan de onderkant heb je een as zitten. In het midden bij de band, en dat verlengt zeg maar ook de banden. Alleen, die achterkant, dat schoot er, die achterkant schoot er gewoon af, maar dan, dat is echt naar. Dat is echt heel naar. Dus jullie denken, ja, god Dennis, maar ja, het is wel zo. Hallo hé, als je even ook terugspoelt, dan zie je hem ook gewoon echt gewoon gras happen. Kijk, je ziet hem vliegen. Zo vol, maar die impact op je hoofd, dat is gigantisch. Dit gaat geheid falen. Dat daar word je zo hard uitgelachen op school. Wat de fuck doen deze mensen? Op je bek, gauw. Ja, maar dan ben je ook gewoon dom. Maar goed. Die zijn wel heel grappig. Scaredcam. Oh, dit is zo leuk, hè. Die Amerikaanse rotzakjes. Wel een duur grapje, die flesjes wijn. Maar goed. Ik denk dat die impact, zeg maar, het is al heel erg hoog, maar ik denk dat die impact best meevalt. Ligt aan hoe je belandt, maar zo op je rug denk ik dat het minder pijnlijk is dan... Als je heel goed luistert, ik weet niet of jullie dat kunnen horen, maar dat meisje die zei nog don't fall. Bam! Oh, die mensen zijn zo dom. Oh, dan word je genaaid door iemand anders. Oh, dit is dat drag-race. Dat is wel grappig. Zo, dat gaat hard hoor. Oh, zag je dit? Ja, zie je? Zijn hele auto. Oh, holy shit, wat gebeurde daar, broer? Oh, maar dan breek je ook je nek. Je rug bedoel ik. Dat is ook helemaal niet goed. Nee. Oh, die kinderen zijn zo domme. Wat een domme... Domme mensen zijn het ook. Donuts rijden. En dan raak je zo'n auto. Ja, oh, wat een sukkel. Daar gaat je auto volledig. Het is ook niet zo... Oh, dit is wel grappig, though. Als het lukt, is het grappig. Dan heb je geluk dat dat ding erop zat, hoor. Wat verwacht je? Even serieus, gasten. Als je weet dat je twee dingen hebt, en als je daar een plank doorlegt, dan kan je het juist makkelijker breken dan als je hem gewoon drie dingen, dus ook nog ergens iets in het midden. Dit is heel zielig. Dan is je hele race verneukt, hè, door één zo'n klembord. Gaan we nog even kijken. Oh, die van hem gaat dan niet. Weet je hoe zielig dat is? Je hele race verneukt. Dat is heel kut voor diegene, want hij kan er ook weinig aan doen. Oh. Een andere gekke Russische taal, maar ja, het is wel wat. Wat?
Die was wel grappig, Bill. Die was echt heel grappig. Die was heel funny. Dat gaat nooit lukken, mens. Volgens mij was zij Nederlands. Ze klonk pittig Nederlands. Nou jongens, welkom bij auto's lopen. Hè. En dan die commentator, oh my goodness. Hij slaat hem helemaal in elkaar. Met die fucking shit. Klik! Zeg hi, grandma. Jongens, nee. Google beter voor je leven. Ga je weg. Dat is echt fucking hilarisch als het goed gaat. Maar wie ze dan het meeste pijn hebben? Ik denk toch degene die die skibord vasthoudt, hoor. Denk ik. Maar dit zijn ook van die dronken Amerikanen. Dit zijn echt van die achterlijke dakhazen. Die hebben waarschijnlijk heel wat pilsjes achterover getikt, hoor. Als je zo... Oh, zo. Kijk naar die fat pants, man. Dikzak. Dat je dan zo'n paaltje kan raken, dat is echt fucking mooi. Oh, maar dat zijn ook van die dikke trutten. Je moet wel vast blijven houden, hè, kip. Als je los gaat laten, ja. Dan ben je ook echt wel een domme trut, maar goed. En dan ga je janken, wat een dom kutkind ben je dan. Okay. Oh, maar dat is heel dom. Oh my god, come on. Hurry before the car comes. Ja, ik heb het weer genoeg gezien. Vond het een leuk video, beloond met een blauw duimpje omhoog en ik zie je later. Doei.